Goedendag, mijn naam is Tessa Groen en ik ben interne projectleider van project Radicale Vernieuwing. En ik werk ook als beleidsmedewerker bij DSV. Wat vind ik van de projectleider zijn? Ik vind het onwijs leuk om het speel te zijn tussen verschillende facetten. Omdat je vooral met drie organisaties samenwerkt, betekent dat het belangrijk is om op het gebied van HR, op het gebied van onderwijs, op het gebied van communicatie strak afgesloten te hebben met elkaar. Ik vind het leuk te zijn om te speel te zijn tussen de organisaties en tussen ook de interne organisatie, de praktijkopleiders mee te nemen. Vind ik ook een hele leuke rol om aan te nemen. Ik merk dat men enthousiast wordt van het project. Ik zie om me heen dat iedereen mee wil draaien. We zijn nu in oktober zijn we gestart met drie afdelingen. Dat is locatie Vlietsteden, locatie Rustoord. En in februari gaan we een tweede groep starten. Waar twee locaties gaan uitbreiden. De Duinrond gaat meedoen en locatie Rustoord gaat uitbreiden met een tweede afdeling. En in het voorjaarstraject gaan we kijken om hbo-onderwijs vorm te geven. Ook vind ik het heel leuk om mee te denken over onderwijs. Ik ben net student af, dus dat betekent dat ik zelf al een leuke ervaring heb opgedaan wat ik heel positief vind tijdens mijn opleiding, maar dat ik ook kritisch kan kijken naar wat er nog ontbreekt. En dat vind ik heel leuk om bij te brengen in het project. Waar staan we nu in het project? We staan nu midden in een... We starten midden op een sneltrein. We gaan waanzinnig hard en we zien allerlei mooie dingen om ons heen. En we staan nu midden in het trainen van de werkbegeleiders. We staan midden in het communiceren en het meenemen van de mantelzorgers, van de vrijwilligers, van de dagbestedingscoaches. En dat doen we door regelmatig met elkaar af te spreken, door aan te sluiten bij een interne werkgroep. We zitten ook midden in het ontwikkelen van het onderwijs voor de komende fase van deze groep. En ook zien we dat er tal van reacties komen om mee te doen op het project. Het begint nu een omvang te krijgen dat ook naar buiten positief toespreekt. Zo word ik regelmatig gebeld met mensen die als student mee willen draaien, die de opleiding willen volgen. Dus al met al ben ik onwijs positief over het project en ben ik heel benieuwd naar de komende jaren hoe het vorm gaat geven. Bedankt voor jullie tijd.